Welkom terug in Piratenland. We staan hier op de toren van ons fort die wij hebben gebouwd in onze prachtige basis. En het is weer een hele mooie dag. Vandaag is het eindelijk tijd om het fort van Kirkpiraat Rick af te bouwen. We hebben hier nog een heel leeg stuk dat gebouwd moet worden. Er moet nog, komt-ie. Ja, dit is ons prachtige lijstje. Er moet nog een zwembad komen. Er moet nog een kluis komen. En er moet nog een begraafplaats komen. Ik kom er even niet op. Zwembad met chloorwater. Echt met chloor. Hoe ga ik chloorwater creëren? Een begraafplaats en een kluis. Dat moeten wij allemaal nog maken. Dus ik dacht eraan. Ik had er beloofd om het zwembad op de tweede verdieping te doen. Dan hebben we de kluis wel op de eerste verdieping. En de begraafplaats doen we ergens hiernaast. Al deze toren moet hier ook nog mooi gebouwd worden. Het is gewoon tijd om Kirkpiraat Rick zijn fort af te bouwen. Hij is op het moment niet thuis. Althans, ik heb overal gezocht, maar geen idee. Hij is er niet. Zal hij wel even op pad zijn? Ik bedoel, zijn poeltafel staat hier netjes. Zijn tv staat uit. Ik had al bij zijn laptop hier beneden gekeken, maar daar heeft hij ook niks achtergelaten. Geen idee waar hij op dit moment is. Dus misschien is het wel een leuke verrassing als ze dan klaar zijn. Dat hij terugkomt en dat zijn fort in één keer uitgebreid is. Weet je, dat zijn kasteel / fort gewoon af is. Alle spulletjes staan zoals gewoonlijk alweer klaar. Die hebben wij lekker verzameld voor jullie. Althans voor jullie, dat jullie dat niet hoeven mee te maken. Dat is natuurlijk nergens voor nodig. En dan kunnen we dit fort gewoon een keertje afbouwen. Als het fort af is, kunnen we daarna ook leuk gaan beginnen met andere dingen in dit gebied hier. Begiet. En dan kunnen we daarna ook nog eens ons nieuwe boot in gaan richten. Zodat we kunnen verhuizen van de smalle knaller naar... Oh, ik moet mijn zeil nog aanpassen. Dat heeft nog een oranje zeil. Die moet ik nog rood maken. Maar dan kunnen we een keer verhuizen van de smalle knaller naar de boot zonder naam. Want ik heb veel namen van jullie gekregen in de reacties. En ik vond het vooral gewoon leuk, de notenboot. Vond ik voor een of andere reden leuk. In plaats van de walnotenboot kan je hem ook gewoon de notenboot noemen. Dat op zich zou... Wat vinden jullie jongens van de notenboot? Ik bedoel, die heet de smalle knaller. De vliegende knalnoot. En dan heb je ook nog gewoon de notenboot. Ik vind op zich wel een leuke naam voor die boot. De notenboot. Dus laat maar even weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Dan ga ik in ieder geval nu beginnen met het bouwen van het fort. Daar moet afgebouwd worden. Gaan we natuurlijk met een leuke timelapse doen. Dus vergeet zeker even niet op het like knopje te klikken. We gaan voor 2000 likes. Je moet nu liken. Want als je liked, start de timelapse. Heb je geliked? Goed zo. Dan begint bij deze de timelapse. Ba ba ba. Oh, wacht, ik ben er gemaakt. Hey, Rick. Wat leuk dat je er bent. Ik heb jouw fort afgebouwd. Ik wou je ophalen, maar voordat ik mijn opnames aan kon zetten, was je er al gewoon helemaal enthousiast om je nieuwe fort te zien. Ik heb er zin in. Ik wil alles zien. Ik wil de sleutels. Want kan jij jouw lijstje nog een keer opnoemen, wat jij in jouw fort wilde? Juist, ik wou een mini-bibliotheek. Die heb je natuurlijk. Die heb ik. Een begraafplaats. De begraafplaats, oké, die is af. Die ga ik zo laten zien. Een cel. Een cel, die had je al. Uitzicht. Uitzicht had je ook al. Ik wou een poeltafel, heb ik ook. Een poeltafel, die heb je ook. Ik wou een zwembad. Nee, dan mis ik er nog één. Een kluis. Zes. En een kluis. En een kluis, ja. Nou, weet je, heel veel dingen had ik je al laten zien. Zo te zien heeft de DBE je bewakers ook al geplaatst. Ja, ja, zeker. Heb je ze al leren kennen? Heb je ze ook al eten gegeven? Ja. Zeker. Je hebt ze nog geen eten gegeven, hè? Ik heb ze nog geen eten gegeven. Dat ga ik zo meteen geef doen. Geef ze eten, als ze weer een probleem met de DBE. Ja, dat ga ik zo... Komt goed. Hey, laten we gelijk hier beneden beginnen. We hebben hier buiten, hier, hebben we de begraafplaats. Mm-hmm. Oké. Okay. Prachtig, grimmig, saai. Dat precies zoals je een begraafplaats wil hebben natuurlijk. Ja, ja, zeker. Hier kan ik menig mensen begraven. Ik heb alleen... Menig mensen? Heb je even plannen mensen te vermoorden dan? Nee. Ik heb alleen nog geen graven gedaan, want er is nog niemand dood gegaan sinds deze begraafplaats bestaat natuurlijk. Er is wel iemand die begraven moet worden. Nou? Dat is Arend hier.
Arend? Wie is Arend? Wil je weten wie Arend is? Ja. Ik heb daar een boek over geschreven. Nee, hou op met je boeken. We gaan niet met boeken weer beginnen. Van de week al je boek gelezen. Geen zin om nog een keer je boek te lezen. We gaan zo meteen even een boek lezen. Nou, dit is Arend in ieder geval. Die is klaar. Ja, die kan zo te wel begraven worden. Die ziet er niet meer levend uit. Die doet niet veel meer, nee. Nee, dat klopt. Maar de opgraven is eigenlijk een soort van andere manier van opbergen. Juist. En over opbergen gesproken, welkom in jouw nieuwe kluis, Rick. We hebben hier een prachtige high-tech kamer. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Hier kan je kijken. En het ding is, je kan hem van binnen... Oh nee, je kan hem niet van binnen open doen. Dus als je helemaal binnen bent en de deur is dicht, is het ook gelijk een soort gevangenis. Oké. Ja, dat is wel mooi, toch? Ja, dat is wel mooi. Ja. Ik weet niet wat je hier allemaal op wil slaan. Allemaal mysterieuze dingen. Jouw schatten kan je erop slaan. Nou, top. Dan hebben we nog heel even hier naar boven. Ja. Het kroonjuweel van dit prachtige kasteel natuurlijk. Jij wilde een zwembad met chloorwater. Klopt. Je moet me maar gewoon even vertrouwen dat het chloorwater is, maar dit is jouw zwembad. Ja, maar ik mag even. Ja, ruik maar. Even kijken. En? Ja, dit is wel chloorwater, ja. Dat is wel chloorwater, hè? Ja, ik bedoel, ik heb echt mijn best gedaan. Kijk, ik heb het wel als natuurwater laten lijken, omdat het mooi is natuurlijk. Ja, zeker. Maar hier is je zwembad op de tweede verdieping. Ik weet niet waarom ik het op de tweede verdieping heb gedaan, maar het is op de tweede verdieping. Heb je al goede fundering uitgekozen? Ja, en je kluis zit eronder, dus het kan ook niet instorten. Je kluis is stevig. Oké. Ja, goed, hè? En dat was het. Wat hier... Hierboven? Wat zit hierboven? Daar kan je niet komen. Ja, dat is een soort fout in de constructie. Je kan niet boven komen. Waarom kan ik niet boven komen? Ik heb het gebouwd. Alleen ik heb nooit gedacht om een trap naar boven te maken. Ja, maar er moet wel een trap naar boven, want ik wil daar naar boven. Ja, die is er niet. Die moet ik dus nog wel maken. Ja. Oké, en dan heb ik nog één. Waar is mijn slaapkamer? Ja, daar heb je nooit om gevraagd. Je zei, ik wil een zwembad. Je hebt nooit om een slaapkamer gevraagd. Nee. Max! Ja, een slaapkamer. Iedereen wil toch een slaapkamer? Dat is standaard. Je hebt nooit om een slaapkamer gevraagd. Max, dat is standaard. Ja. Ik kan toch niet op de grond slapen? Ja, maar dat had je duidelijk moeten zijn. Ik dacht al, zoveel ruimte hebben we niet in het fort hier natuurlijk, hè? Oké. Maar ja, dat was hem. Wat vind je? Mooi. Ik vind hem mooi. Alleen, ik wil wel dat je even een slaapkamer nog gaat maken. Ja, maar het fort is vol. Er is letterlijk geen ruimte meer in het fort. Jawel, daarboven. Ja, daarboven. Ja, dan zou je in dat kleine torentje, of je moet de buitenslaapkamer hebben. Ja, dat is waar. Oké. Ja, oké. Ik heb een goed plan voor nu eigenlijk. Nou? Laten we even mijn boek gaan lezen. Nee, ik ga... Hou op met je boeken! Wacht. Huh? Wat? Ja, dit is wel mooi, toch? Of niet? Huh? Ja, deze is inderdaad best wel mooi. Dit is perfect volgens mij. Wat? Ik denk dat dit het beste is. Dat? Hey. Ja. Hallo? Ja. Wat moet dat hier? Huh? Oh, hallo. Ja, nee, wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Hoi. Hey. Ja, nee, we zijn gewoon een beetje aan het kijken wat er van is. Ja. Wat? We komen het even bezoeken dit. Bezoeken? Wie zijn jullie? Ja, nee, dat maakt niet zoveel uit. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik ben even benieuwd. Ja, dat maakt mij wel uit. Wie ben jij? Ja, nee, maar dat maakt nu niet uit, oké? We zaten hier gewoon even aan het bekijken wat het allemaal... Maar waarom bekijken jullie... Waarom bekijken jullie mijn fort? Rick's huis. Jouw fort? Voor de koning. Ja, dit is van mij. De koning? Wacht, voor de koning? Ja, dat zien jullie zo wel. Zo wel? Komt goed. Wat? Ik snap er helemaal niks van. Ik snap het. Ze komen hier, ze zijn even naar het pand. Kijk, ze noemen het een pand. Een prachtige fort. Het is een machtig fort. Het is een machtig fort dit, van jou, voor mij, voor jou. Ja. En ze komen hier even kijken, ze hebben het over de koning en dat zie je zo wel, zeggen ze. Ja, dat zal. Ik vertrouw er helemaal niks van. Zullen we maar even kijken of je kanonnen gevuld zijn? Ja, laten we dat doen. We gaan je kanonnen maar even vullen. Ik vertrouw er echt helemaal niks van. Ik heb hier nooit beveiliging gebouwd, behalve die kanonnen, maar je deuren kunnen niet dicht, hè? Nee, je hebt ook geen hekwerk of zo. Nee, je bent een piraat, je moet gewoon stoer zijn en dan durft er niemand binnen te komen. Maar als er twee ridders, althans, volgens mij was eentje kwam een beetje onzeker over. Volgens mij was maar één ridder. Ja, eentje had ook maar een houten zwaard. Ja, die had maar een houten zwaard. Dat was inderdaad niet helemaal actiejagend. Maar laten we even kijken of je kanonskogels gevuld zijn. Oh ja, daarover gesproken. Het zijn sierkanonnen. Ik denk niet dat ze echt werken. Kijk maar, ze doen niet echt iets. Je hebt geen werkende kanonnen. Nee, het zijn sierkanonnen. Max, je bouwt een fort voor me. Ja, weet ik wel dat er ridders aankomen om hier iets te doen met de koning. Is het budget op of zo? Welk budget? Met stenen en stokken ben ik dit aan het bouwen. Met zweet, bloed, centraal. Ik had een andere aannemer moeten kiezen, want dit gaat echt niet goed. Nou, weet je, we gaan hier gewoon rustig zitten en dan wachten we even tot ze terugkomen en dan vragen we ze wat ze nou echt willen, oké? Oké. Nou, het duurt wel heel lang. Hij is weer in slaap vallen. Rick, wakker worden! Ja, waarom slaap je altijd zoveel? Nee, niet nog vijf minuten opstaan. Hallo? Jij slaapt altijd zoveel. Letterlijk, er kwamen ridders naar ons toe. Ja. Die kwamen je fort bekijken die net van jou is en zit jij niet in de stress? Vind je het niet spannend wie dat zijn? Ze zei dat ze terugkwamen met de koning. Er staan toch genoeg plekken? Ja, maar een koning hoort toch in hem? Oh, wat is dat dan? Huh?
Oh mijn god. Oh nee. Wat moet ik dit voorstellen? Oh mijn god. Nee, dit ga je niet menen. Oh, wat is dit? Oh nee. Daar zijn we. Ja. Dat vind ik wel een mooie plek, ja. Ik vind dat de koning hier mag verblijven in uw grote kasteel. Omdat het de meest geschikte plek is voor onze heldhaftige en o zo grappige koning. Wat? Zie hier onze heldhaftige, brave, mooie, coole en vooral hele grappige en leuke majesteit koning Ultimax. Ken jij steeds mensen, Rick? Wie ben jij? Hallo? Ben jij dat, Julian? Ik heb geen idee. Ik ben de koning. Oh god. Neem. Was jij niet een boselfje? Dat was ik zeker, ja. Maar ik wil meer. Je wil meer? Nee, niet meer. Nee. Nee, ga weg. We willen geen koning in dit land. We zijn piraten hier. We hebben geen koning nodig. Ik zie hier heel mooi het fort. Hij is aan jongleren. Hij is inderdaad aan jongleren. Je paard loopt weg, koning. Wacht even. Je ziet hier een mooi fort. Ja, dat snap ik. Prachtig. Heb ik net gebouwd. Ja, bedankt. Is van hier. Bedankt voor het compliment. Ja, nee. De route is die kant op. Ik eis dit fort, dus we willen graag even een rondleiding. Ja. Eis dit fort? Rondleiding kan ik op zijn minst wel doen, maar voor het eisen, dat is wel heel wat. Ik wil best een rondleiding, want ik ben er best trots op. Ja, dat is goed. Nee. Ja, het is voor jou, het is voor jou. Maar ja, als je een rondleiding geeft, dan hebben we even geen probleem. Het is toch voor mij, dan moet je mij toch gewoon toestemming voor vragen? Nee, ik heb het gebouwd. Ik wil het vandaag aan jou geven, officieel. Jij hebt het aan me gegeven. Nee, ja. Wacht, ik kom naar beneden. Ik ga jullie even rondleiding geven. Hey, Max. Rick, wie weet kan hij ons wel helpen. Het is een koning. Ik weet dat het was eerst een boself, maar het is nu een koning. Wie weet, heeft hij wel veel goud? Kunnen we stelen of zo, weet je? Weet ik veel. Oh ja, dat is waar. Oké. Maar ik heb liever niet dat hij binnenkomt. Ja, maar hij moet een rondleiding hebben. Ik bedoel, en hij heeft ridders bij zich. Ja, gegroet, koning. Ja, goedendag. Nar en ridder en... Ja, ik wil even voorstellen aan mijn dienaren. Dit is ridder 1 en stagiair eigenlijk. Stagiair? En dit is mijn nar. Mijn nar die kan heel goede grapjes maken. Dus, ik wil heel veel een grapje maken, nar. En wat zei de ridder tegen de Gaakoning? moest de grap nog niet verteld worden? Dat was goed. Hij heeft de clue nog niet eens verteld. Het einde was... Wat zei je? Oké. Weet je, vreemd dit, Rick. Maar kom binnen. Kom binnen, volgens mij is dit helemaal niet zo heel grappig. Nee. Okay, kom binnen. Je wil een rondleiding, zei je. Yes. Maar, duw je paard? Ik weet niet waar je paard... Doe je paard naar de rivier? Nee, ik hoef geen paarden binnen. Laat hij maar ergens buiten. Maak hem maar buiten ergens vast. We kunnen ons er staat daar een prachtige paal. Bind hem er maar aan. Ja, dat is hij nergens waar hij aan vast kan. Dus, doe je maar binnen. Doe maar niet binnen. Rick, laat hem nou even binnen. Hier staat gewoon een paal. Bind hem hier maar. Het is een koninklijk paard. Ja, die kan best even buiten wachten. Koning, jij zegt het. Jij bent de koning. Nee, hij kan hier nergens aan vast. Dus we moeten hem denk ik mee naar binnen moeten nemen. Nou, Nar, zet hem maar hier neer. Zet hem maar deze paal neer. Max, dan poept hij mijn hele pad om. Nee, dan maken we het schoon. Dat komt goed. Hé, jullie wilden een rondleiding? Jazeker. Prima. We hebben hier een grote entree met een royale pooltafel. Hebben we hier staan. Hij zit mijn gras op te eten. Rick, laat nou niet. We hebben hier een tv. Kunnen jullie een mooie tv kijken? Dit is Arnold. Nee, kan ik tv kijken? Dan kan Rick mooi tv kijken. We hebben hier Arnold, prachtig. Dan lopen we even door. Arnold. Door een mooie tunnel hier natuurlijk. Dan komen we bij de trap. En het uitzicht is echt geweldig. Dat is wel een gevaarlijke trap, moet ik zeggen. Ja, maar jij... Een koning moet wel risico nemen. Je kan gewoon niet lopen. Natuurlijk. Rick, we hebben gasten. Wees een beetje gastvriendelijk. Ik vind het niet zo netjes als rondleiding. Rick, ga jij even lekker zitten anders. Kijk, we hebben hier prachtig uitzicht op het mega coole piratenland. Hier zo, natuurlijk. Ik zie het. Hey, weer van mijn stoel gaan, alsjeblieft. Rick. Ik zit hier. Ik voel me gewoon niet fijn. Ik snap dat je het niet leuk vindt, maar ze gaan zo meteen weer weg. Komt helemaal goed, oké? Komt helemaal goed. Nou, dan gaan we hier weer naar beneden. Dan hebben we hier een kluis. En deze kluis die geldt ook een soort van als gevangenis. Als je erin gaat, dan... Oh, jullie moeten natuurlijk de koning wel begeleiden, ik snap het. Kijk, hier hebben we een prachtige kluis. Daar kan je je goederen, je goud en je jongleerballen kan je in... Kijk maar even, je mag best even binnen kijken, hoor. Kijk maar even binnen. Ja, ridder 2. Oké. Ridder 2. Die mag heel van naar binnen kijken. Kijken hoe het eruit ziet. De stagiair. Het is maar een stagiair. En, hoe is het? Hoe bevalt de kluis? Ja, wel mooi. Ja? Is hij goed? Wel heel mooi, ja. Dankjewel. Nou, kijk, top. Dan hebben we ook nog, als we hier naar deze ladder naar boven gaan. Ik snap dat de koning ook moet relaxen. Weet je, een koning die moet niet alleen maar orders en weet ik wat. Die moet ook de koning relaxen. Hoeft hier niet te relaxen, Max. Nee, ik heb wel een heel zware baan. Dus, ja, dat snap ik. We hebben hier een lekker zwembad met chloorwater. Oké. Nou, that's it eigenlijk. Dat is het een beetje. Oké, interessant. Ja, laten we weer naar beneden gaan. Ja. Goed, wat vind je ervan? Mooie rondleiding, hè? Ja, prachtig. Ja,
Ik vind het een mooi fort om te hebben. Hij vindt het een mooi fort om te hebben. Nee. Je mocht de rondlijnen krijgen. Hebben is een ander verhaal. Ik ben de koning. Ik eis dit fort eigenlijk. Koning van wat? Je bent in piratenland. Het is niet alsof je hier koning ineens bent. Koning kan alles maken. Weet je? Meneer de koning. Er is nog één ding van de rondleiding. Dat is hier de uitgang. Loop maar even mee. Rick, je moet wel vriendelijk zijn. We moeten op tenminste... Nee, ik wil hem nog wel één ding laten zien. Mag dat even snel? Ja, prima. Loop heel snel even mee. Kom maar. Moeten de ridders mee? Ja, nee, allemaal. Nee, de ridders mogen ook mee. Zeker. Ja? Komt er mee, want we missen natuurlijk nog iets. Kijk, hier is nog nee, een kans. Nee, je gaat over je boek beginnen, Rick. Nee, kom maar even mee. Oh, jongens, hij wil jullie zijn boek laten lezen. Boek lezen? Ja, ik heb hier mijn bibliotheek. Kijk, ik heb dus een nieuw boek geschreven. Mijn bibliotheek was ik vergeten. Ja. Kijk, even kijken. Ik heb hier... Nee, Rick, ga... Nee! Rick, ja? Nee, niemand wil je boek lezen. We zijn geïnteresseerd. Okay. Ben je geïnteresseerd in zijn boek? Nou, ik kan eigenlijk niet lezen. Wat ben jij voor koning, hé? Oh, we gaan hier. We lezen hem zo meteen wel, kom maar goed. Kijk, en het handige is, we hebben hier natuurlijk ook prachtige stallen. Dus ik weet niet, hier zijn de stallen, we hebben daar de boten. Maar je kan wel, wat mij betreft mag je gewoon vrij rondlopen door Piratenland. Ik bedoel, je bent koning, doe wat je wilt. Ja. Althans, tot een bepaalde grens natuurlijk. Zeker, dan kan je dat paard ook in een stal gooien hier. Er is vast nog wel een plekje over. Ja. Dus dan, als je een slaapplek nodig hebt, kan je er gewoon bij liggen. Nee, Rick. Wat? Jij hebt niet eens een slaapplek in je eigen fort. Ik slaap op de poeltafel. Oh. Maar goed, waar ga je heen nu? Waar ga ik heen? Ja. Nou, ik denk dat ik heel veel mijn hulpjes naar beneden zend. Dus misschien als jullie ze kunnen begeleiden om alle spullen te halen van het andere kasteel. Andere kasteel? Ja, dat zie je ver vandaan. Dat was een beetje saai aan het worden. Dus. Oké, okay, maar waar breng je die spullen ik kan nog sinds wel helpen om even het paard naar de stal te brengen. Ja. Prima, Rick. Dan ja, maar, wees nog heel even aardig tegen hem. Nee, maar waar brengt hij nou die spullen naartoe? Dit is een grapje toch, of niet, meneer de nar? Nee, het is geen grapje. Oké. Okay. Alleen ik maak grapjes. Vertel nog eens een grapje. Ja, heb je nog een grap? Ik had zeggen, ik vond die van net niet zo grappig. Oké. Okay. Hoe noem je een ridder die graag slaapt? Die graag slaapt? Hoe? Slaapt. Ja, willen jullie gokken of zou ik er gewoon vertellen? Nee, zeg maar. Hij is wel leuk, namelijk. Een nachtridder. Oh, je bent zo grappig. Oh, dit is waarom ik je aannam. Rick, weet je, het zal wel. Ik breng jullie even mee naar de stallen. Kom maar, de ridders en de stagiair. Doe jij even een potje poelen met de koning en de nar anders, Rick. Dan komen we zo terug, oké? Okay? Dan kunnen jullie even bespreken hoe en wat. En dan ik vertrouw erop dat jullie er als volwassenen uit kunnen komen, oké? Okay? Ja, dat prima, joh. Dat moet wel goed komen. Oké, okay, jongens. Hier zijn de stallen. Ik zal even kijken of er nog een plekje vrij is. We hebben hier stal 3 voor Brute Benno, dat is mijn paard. Maar hij zal wel bij... Ja, dit is de gastenstal, maar daar zit de kameel. Dus doe maar bij deze stal erbij. Gewoon even tijdelijk. Is dat prima? Ja, dat is zo. Kan wel. Kan wel, deze toch? Deze top, oké. Je kan je lead, kan je in deze barrel doen. Staat hier veilig hier. Hé, maar wat is een beetje de zaak hier? Wie zijn jullie? Wij wouden hier gewoon... we hadden gewoon even een nieuw iets nodig, weet je. Want, de koning wil een nieuw huis of zo. Ja, een nieuw groot huis, want die van ons, dat is een beetje oud geworden. En ja, we zagen dit en we denken van dit wordt ons nieuwe plekje. Ja, maar je woont al iemand, dat weten jullie, hè? Nee, die kan altijd weg. Maar ze weten toch niet? Nou, in onze wereld wel. Oh mijn god, en jij met de stagiair? Ja, ik ben ridder in opleiding. Ridder in opleiding, oh. Ja, ik ben bijna klaar. Ja, je houdt het zwaardje echt een hele sterke, hoe noem je dat? Ja, schijnbedricht. Schijnbedricht. Schijnbedricht, je bent wel goed te vechten. Precies. Oké, dat is top in ieder geval. En die nar, ik moet zeggen, het klinkt ook alsof je niet heel veel lol haalt uit de baan. En ik vond hem nou ook niet echt heel grappig, maar zo te zien vindt de koning hem wel heel leuk. Ja, ik weet niet, ik snap dat ook niet echt. Ik vind zijn grapjes ook niet echt al te leuk. Nee. Maar als de koning ervan geniet. Ja, want ik zuchtte. Letterlijk toen ik zei van wil je een grapje maken, was hij aan het zuchten. En ik dacht, het is een baan. Maar je maakt in principe ook niet uit. En hoe is de koning? Wacht even, wat gebeurt daar? 2 seconden, jongens. Rick? Perl voor bewaken, man. Wat is hier gebeurd, Rick? Ja, ze hebben me eruit gegooid. Ze hebben je eruit gegooid. Tijdens het joleren erachter. Wat zijn dit ook voor bewakers? Hij doet niks. Nee, je snapt ook dat dit een soort van sierbewakers zijn, hè, Rick? Ja, maar ik heb hem geen eten gegeven. Dat is een beetje het ding. Nee, dat is het probleem. Hebben ze je buiten gesloten? Hallo? Ze hebben me buiten gesloten. Koning! Nar! Wat? Wat is het? Waarom hebben jullie hem buiten gesloten? Waarom? Ik dacht, dit is toch van mij allemaal? Nee, dit is van mij. Nou, ik zie het nu als van mij, hoor. Oh mijn god. Oké, wacht. Ik kom even mee. Ja.
Ja, kom even mee, Rick. Ik zei dat dit geen goed idee was, Max. Nee, dat snap ik. Maar hoe groot probleem zou jij het vinden om te verhuizen? Ik heb dit net gehad! wat zeg jij nou? Nee, oké, dat snap ik. Ja, maar Rick, ze zijn met z'n vieren. Ik heb al goede wapens en weet ik wat allemaal. Maar ze zijn met z'n vieren. En ik weet niet wat ze nog meer allemaal op zak hebben en bij hun hebben. Wat wil je dat ik doe? Ik wil heb je trouwens je spullen allemaal meegenomen? Ja, wat moet ik dan alles achterlaten? Ze hebben je uit je kasteel gegooid, je fort gegooid. Oh mijn god. Ik heb nog wel mijn pistool, maar ja, ik kan niet vier man tegelijk. Dat gaat niet. Misschien heb je die bij je nu? Een pistool? Ja, ja. Oh, je hebt hem wel bij je. Ja, ik zou het niet proberen. Ik bedoel, die ridders... Eentje is nog een opleiding, maar hij zei dat hij meer kan dan dat we denken dat hij kan. Wat zeggen ze allemaal? Oké, weet je wat? We geven ze één nacht in het fort. Nee. En dan kunnen wij een plan bedenken. Voor iets? Okay, ja, wat wil je dan? Dat we nu binnenstormen? Ik heb al mijn wapen, ik heb een goede armor bij me. Ja, maar... Zeg ik, maar wie weet hebben zij dat ook... Ik heb het ook niet aan. Wie weet hebben zij ook veel meer in hun inventory zitten, weet je? Je weet niet wat ze bij hun hebben. Ja. Kijk, het is ook niet dat ze jou zo ziet, dat je ziet dat je pistool bij je hebt, weet je? Dat weet je niet dat ze bij hun hebben. Dat is waar. Dus wat wil je wat ik doe? We hebben de DBE... We kunnen de DBE kunnen we ook gaan inlichten hierover. Zien dat zij op de raad bij kunnen. Die helikopter... Nou, weet je, we zetten jou in het hotel. We geven ze even het idee dat ze welkom zijn. Het kasteel is van hun of het fort is van hun. En wij bedenken een plan in de tussentijd. Okay. Nee, dat weet ik, maar dat doen we alsof. Oké, dat is ons plan. Oké. Oké, komt. Ik heb jou overgehaald dat het mag, oké? Ja. Goed, koning. Naar iemand. Is er iemand die even kan spreken namens de koning of zo? Ja, wat mijn dienaren zullen u... Mijn dienaren, jouw dienaren, oké. Jullie mogen het wel even hebben. Morgen komen we wel terug en dan gaan we hier even overleggen over, oké? Want het is niet echt acceptabel dat jullie zomaar dat fort overnemen. Nou, hij is ook gewoon weggelopen. Ik praat nu ook tegen jullie dat ik niet hoor, sorry. Ik dacht dat ik tegen hem aan het praten was. Hij loopt gewoon weg, ja. Hij liep gewoon weg midden in de conversatie, zeg je dat? Ja, ik zag het. En die nar is maar aan het jongleren en een beetje aan het... Ja, die stomme geintjes. Het stomme geintjes, inderdaad. We komen hier later terug. Het is nu even van jullie doen jullie ding. Prima, oké? Dankjewel. Geen probleem. Nou, Rick, laten wij maar deze kant op gaan. Wacht maar. Rick, ik weet het is een beetje vervelend, maar ik heb gelukkig een hotel waar ik je even kwijt kan. Of wil je op een boot? Nee, absoluut niet op een boot. Wacht, ik moet nog wel één ding halen. Wacht even. Ik moet nog één ding halen. Ik kom eraan. Ja, ik kom eraan. Oh, ik kom nee, eraan. Je gaat zijn boek halen. Weet je, ja, prima. Lezen we dat boek ook even zo meteen? Hebben we dat ook weer gedaan? Dat stond mijn boek van hem. Ik heb hem. Heb je je boek gehaald? Ja, ik heb hem. Oh mijn god, oké, prima. Nou, ik heb hier natuurlijk het grote piratenhotel. En er is nog één kamer vrij, althans twee kamers. Je hebt de middelste kamer is van de DBE. We hebben deze kamer, ik zal even een klein rondleiding geven. Je hebt hier gewoon een klein kamertje beneden zo. Het voordeel is, je hebt hier wel een slaapkamer. Dus zou je wel lekkerder kunnen slapen dan in het fort. Ik kan ook mijn boek in. Ja. Je kan je boek kwijt. Vind je dit wat? Of zal ik even die andere laten zien? Ja, ik wil allebei wel even zien. Oké, die andere laat ik ook wel even zien. De middelste is al bezet. Oh ja, je moet wel even oppassen dat je niet... Dit is een soort valluik van de DBE. Dus je moet oppassen dat je er niet onder loopt. Oké, ik loop er ook nog deze kant hier. Deze kant beneden, die heeft ook een leuke inrichting. Is volgens mij ietsjes kleiner. Heeft niet echt zo'n grote loungebank. Maar de slaapkamer is wel twee keer zo groot hier. Oeh. Dus je mag kiezen. Oh, en hier heb je ook een balkon. Deze heeft ook een plekje om te zitten. Ik wil deze, denk ik. Je wilt deze hebben? Ja, maar ik wil deze. Je kan je boek alleen nergens kwijt. Hè? Die andere heeft al een boek waar je boek kwijt kan. Ja, dat is waar. En een veel gezelligere. Kijk, hier heb je ook nog een bureautje. Oké, ja. Zeg maar. Nee, doe dan toch maar die andere. Voor mijn de andere. Oppassen voor het valluik hier. Oh. Kijk, dan hebben we hier dit zo prachtig. Kijk, hier beneden heb je ook nog... kijk, kan je zelfs lunchen hier. Oh, en dan hierboven heb je en een bureau, gewoon waar je kan zitten, zie je? Ja. En je hebt een bed en je kan je boek kwijt. Ja. Nou, alsjeblieft. Oh, wil je echt dat ik hem lees? Ja, dan ga ik mijn spullen hier even snel neerleggen. Arend met een... Oh mijn god, het gaat over Arend die dood is natuurlijk. Op een duistere avond, te midden van klotsende golven en wapperende zeilen... kwamen kapitein Arend en kapitein Rick tegelijkertijd aan op een afgelegen eiland... waar een legendarische schat verborgen lag. Hun rivaliteit was lang berucht in de piratenwereld... en deze avond zou het ultieme conflict tussen hen ontketenen. Met getrokken zwaarden en brandende ogen begonnen ze een epische strijd op het verlaten strand. Zwaardgekletter vulde de lucht, vermengd met het bulderen van de zee. Arend vocht als een woeste storm, terwijl Rick vastberaden was om zijn tegenstander te overwinnen. Maar in een onverwachte wending slaagde Rick erin Arend te kietelen. Een zwakte die hij had ontdekt. Arend kon niet anders dan lachen. Zijn kracht verzwakte, terwijl hij worstelde tegen de kietelingen die zijn... lachspieren overmeesterde, oké. In dat moment van zwakte maakte Rick genadeloos gebruik van de situatie. En onthoofde de rivaal. Ja. Heb je hem onthoofd? Ja, daarom ligt zijn hoofd daar. Een einde maakt... Oh mijn god. Een einde makend aan de strijd en de rivaliteit tussen hen.
woede. Met een kreet van triomf weerklonk Rick's stem over het eiland. Vermengd met het geluid van de zee die tegen de kust beukte. Zo eindigde het verhaal van kapitein Arend. Een onthoofde piraat wiens lot bezegeld werd door de hand van zijn aartsrivaal kapitein Rick. Hun strijd mag dan voorbij zijn. Maar de legende van hun epische confrontaties zou nog vele jaren voortleven op de zeeën van de wereld. Totdat kapitein Rick geen rivalen meer had en uiteindelijk spijt had van zijn acties. Nou Rick, ja. Voordeel is, je hebt nu een nieuwe rivaal, de koning. Ja, dus die gaat er ook aan. Die gaat ook onthoofd worden? Ja, 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 die mag erbij. Ik heb nu een begraafplaats. Dus, Dat kan niet. Nou, ik ben bang dat het wel even een moeilijk verhaal gaat worden dan we denken. Want ze zijn met z'n vieren. Ze hebben, weet ik voor wat ze allemaal hebben. Ze moeten nog alles verhuizen, dus... Dit kan nog wel eens wat worden, Rick. Ja, oké. Okay. Maar het komt goed. Ja, in ieder geval veel plezier in je nieuwe huis. Ik hoor dat er een zombie ergens in de buurt zit, dus succes ermee. Slaap lekker. Ja, slaap lekker. Ik ga nog heel even langs bij de dinges. Even kijken of er al een update daar is. Zo te zien staan de bewakers en de stagiairs dan echt trots. Hallo, is naar jullie wens een beetje? Ik zou te zien is de nog steeds aan het jong leren. Ja, en zeker. Is de koning weet ik veel wat aan doen. Als jullie wat nodig hebben, in principe stoor me niet. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Jullie waren niet eens welkom, maar jullie hebben het toch overgenomen. We gaan u zeker storen wanneer we u nodig hebben. Alvast bedankt. Prima. Weet je waar ik woon? Ja, toevallig wel. Hoe dan? Ja, wij weten alles. Oh mijn god. Ik heb je ook echt een uitzichtpunt gegeven. Echt helemaal niet handig eigenlijk. Nou, tot ziens. Doei. Nar, zeg maar slaap lekker tegen de koning. Is dat lekker... Heb je nog een grapje voor me? Wilt u nog een grapje? Eentje. Wilt de koning nog een grapje? Oké. Ik weet niet waar de koning is. Wat zei de Gerrit toen hij zijn zwaard verloor? Nou? Ik heb geen idee waar ik het kwijt ben. Ik heb geen idee waar ik het kwijt ben? Mhm. Snap je? Nee. Ja, want hij is... Vind je het wel leuk om een nar te zijn? Ik wou ook weer er zijn. Ik ben gedommen. Oké. Nee, oké, dan snap ik de situatie helemaal. Ik slaap lekker nar. De nar die eigenlijk een ridder wou zijn, jongens. Nou, ik vind het wat. Jongens, het is avond. Ik ga terug naar mijn schip tot nu toe. Ik wil uiteindelijk nog steeds mijn schip daarheen verhuizen dat ik op dat schip woon. Maar voor nu wonen we nog even op deze. Er is van alles gebeurd. Er is een koning, er is een nar, er is een ridder met een stagiair. Rick is uit zijn voort gezet. Ik weet, ik had het ook kunnen bevechten, maar... Ik ben wel heel benieuwd waar dit allemaal heen gaat, weet je? Ik bedoel, het is toch wel interessant, enigszins. Het enige jammer is dat ze wel echt een van de beste... tactische plekken hebben gekregen van heel het continent. Althans, van heel Piratenland. En dat is namelijk gelijk daarboven ook echt. Oh mijn god, ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. Nou, laten we lekker naar mijn kapiteinstukje gaan. En dan is het mooi geweest. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Abonneer dan echt gewoon eventjes, jongens. Het is helemaal gratis. En kijk dan nu lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Die moet je even gezien hebben. Dan ben je echt gewoon een topper. Kijk nu. Anders word ik heel boos. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.